We hebben op bezoek Jan van der Lans. Hartelijk welkom in onze studio. U heeft een prachtig boekje geschreven. Daar gaan we het dadelijk uiteraard over hebben. Sterker nog, u gaat een heel klein stukje voorlezen. Even terug, u bent helemaal geen schrijver van oorsprong, hè? Nee, eigenlijk niet. Ik heb altijd wel geschreven, maar niet om er iets mee te doen. Oh. Nou heb ik een boekje geschreven 7 jaar geleden. Dat heette Bosprei. Dat is uitgegeven door de Boekfabriek. En daarna ben ik aan dit boekje begonnen. En ik heb dus de velle papier lang in mijn la gehad, totdat ik vond dat er een boek moest verschijnen. En dat is bij deze gebeurd. Ja, maar iemand die betonconstructeur was, is toch raar dat hij schrijver wordt? Ja, kijk, ik ben betonconstructeur geweest. De eerste 20 jaar van mijn leven was ik betonconstructeur, heb ik voor ingenieursbureaus gewerkt. En de tweede helft van mijn arbeidzaam leven was ik beeldend kunstenaar. Dus tijdens de tijd dat ik werkte in Den Haag voor een ingenieursbureau, ben ik s'avonds naar de Academie voor Beeldende Kunsten geweest, te Schravenhagen. En in 1978 was de tijd rijp om mijn werk als technicus te beëindigen en verder te gaan als beeldend kunstenaar. Tot op de huidige dag. Dus het zat er wel een beetje in. Ja, het is creatief. Kunst is creatief, of dat nou schrijven is, tekenen is, beeldhouden is, maakt niet uit. Ja, en toen was u aan het werken als betonconstructeur en toen speelde er al wat door uw hoofd van ik... Nou, ik schreef altijd wel. Ja? Ja. Ik ben dus internationaal bezig geweest met dat werk, omdat overal was natuurlijk werk op dat gebied. Ik ben toen de tijd begonnen met werken voor ingenieursbureaus in Zwitserland. Toen ben ik naar Zuid-Afrika gegaan, Namibië, toen naar Australië en ik ben geëindigd in Paramaribo, Suriname. En daar heeft u uw vrouw ontmoet? Ja, daar heb ik mijn vrouw ontmoet. Die was daar met vakantie, dus een Hollandse vrouw is het wel. Oh. En zij woonde toen in Noord-Limburg en daar ben ik toen naartoe gegaan. En daar ben ik lid geworden van een kunstenaarscollectief. Waarna ik ook nog enige jaren in de beeldende kunstenaarsregeling terechtgekomen ben. Dus toen, u moest produceren om wat te verdienen? Ja, zeker. Maar ja, de BKR, dat was toen de tijd zo. Dat was een hele mooie regeling voor kunstenaars. Je maakte werk, dat ging naar de gemeente en daar kreeg je geld voor. Maar dat is toen afgeschaft. Nou, mijn vrouw is toen gaan werken in Den Haag, bij de Haagse Hogeschool als docent. Dus toen ben ik meegegaan naar deze kant. En toen zijn we in Schiedam gaan wonen, tot mijn grote genoegen. Oh, en waarom Schiedam? Nou, dan vonden we toevallig een leuk huis om te gaan wonen. En nooit spijt gehad, begrijp ik. Nee, ik woon hier echt met veel plezier in deze stad. Je zit overal vlakbij, bij zee en Rotterdam, waar alles mogelijk is op elk gebied. Of je cursus wil nemen, of je wil gaan dansen, of weet ik veel wat. We zitten hier op een hele goede plek en het is een prettige gemeente, een beetje dorps. Ik heb vroeger nogal een intensief kroegleven gehad hier zo in deze stad. Ah. En als ik nu nog door de stad loop, dan kom ik steeds weer mensen tegen die ik ken van vroeger voor een praatje. Dus het is dorps en ik voel me echt thuis hier. Ja. We gaan het zo hebben over uw boekje. Zullen we het eens even laten zien aan de camera? Ja, zeker. Terrasje pikken. Ja, wie wil het niet, hè? Een terrasje pikken. Nee, het is nou te koud. Maar ik zit liever in het café zelf dan op het terrasje. Maar het verhaal, het eerste verhaal heet Terrasje pikken. En 65 andere korte verhalen. Ja, u werd in het stukje in de krant vergeleken met Simon Carmichelt. Vindt u dat een eer? Ja, ik heb eigenlijk heel weinig gelezen van Simon. Wel eens iets, heeft er misschien mee te maken. Maar ik ben gewoon mijn eigen weg gegaan. En als het daarmee te maken heeft, als het niveau ermee vergeleken wordt dat het goed is, dan vind ik het wel een eer. Ja.
Dan krijgen wij over een hele tijd een standbeeld van u in de stad natuurlijk. Hè? Net als van nee, Simon. Nee. Ik denk wel dat het bij dit enige boek blijft. Okay. Mag ik uw leeftijd verklappen? Jawel, volgende maand ben ik 78. Kijk, dan bent u een grammofoonplaat. Ja. 78, ja. Die kennen wij nog van vroeger natuurlijk. Ja. Vroeger was ik 45 toerenplaat. Ja. Dat is lang geleden. We gaan het niet over platen hebben, maar over uw boekje. Een terrasje pikken. Ja. Dat is een van de verhalen, hè, die erin staat. Ja, dat is het eerste verhaal. Ik moest een keuze maken en terrasje pikken vond ik wel een aangename naam. Niet dat het iets beter of anders is. Het is wel anders, maar niks beters dan de andere verhalen. Want al die verhalen zijn natuurlijk van een uitstekend gehalte. Ja, dat begrijp je wel. Ja, anders zat u hier niet natuurlijk. Nee, precies. Hè? Goed. Hoeveel verhaaltjes staan erin? Alles bij elkaar 66. 66. En die zijn gedeeltelijk gebaseerd op wat u echt meegemaakt heeft? Ja, je kan zeggen 50% autobiografisch. En de rest, dat is ontsproten aan mijn brein. Ja, u heeft daar een leuke kwinkslag aan kunnen geven. Ja. Ja, ik vergroot het uit. Ik overdrijf. Ja. Zonder te jokken. Ja. Zitten er ook trieste verhalen tussen? Ja, zeker. Er zaten ook trieste verhalen, ja, ook. Maar over het algemeen toch wel aan een vrolijke kant. Er staan drie soorten verhalen eigenlijk in. De meeste, dat is zijn kroegverhalen. En dan krijg je absurde verhalen. Die zijn verzonnen. Ook in de kroeg, maar doen men al wat op. Ja, verzonnen. Of misschien heb ik het onbewust toch wel opgepikt. En dan in mijn tijd in Zuid-Afrika was nog apartheid. En er staan ook een aantal verhalen in die met die apartheid te maken hebben. Daar heeft u daadwerkelijk mee te maken gehad? Ja, wat ik dan opgevangen en gezien heb, ja. Ja. En in die tijd maakte u ook al een beetje notities of het zat allemaal in uw hoofd om het hiervoor te gebruiken? Ja, ik heb natuurlijk daar flink wat mee gemaakt. En daar heb ik iets uitgekozen wat mij trof. En dat heb ik verwoord in dit boekje. En de derde categorie? De kroegverhalen, absurde verhalen en dan die apartheidsverhalen. En die apartheidsverhalen, ja. Dus er zit een beetje Zuid-Afrikaanse inslag ook in. Zeker. Het boekje heeft ook illustraties. Ja, normaal zegt de uitgever, daar heb ik wel iemand voor, maar dat hoefde bij u niet, hè? Nee, die heb ik zelf gemaakt. En dat is ook een beetje ontstaan in de tijd van de beeldende kunst? Ja, ik heb eerst geschreven en toen de illustraties gemaakt. Dus dat gebeurde daarna. Ja. En uiteraard, bij elk verhaal een illustratie of is het nee, dat, nee, dat werd te nee, veel natuurlijk? Nee. Het zijn 66 verhalen en ongeveer 12 illustraties. Kijk. Het boekje is hier in Schiedam te koop? Ja, bij het Schiedamse boekhuis en bij Postcriptum. Ja, en als je 20 euro geeft, krijg je nog iets terug? Nou ja, het is eigenlijk spotgoedkoop, maar het is de moeite waard. Ja. 1995 geloof ik, hè? Ja, 19 zoiets. Zo, ja, 19, ja. Zo. Hartstikke leuk. En wordt het al verkocht? Ja, ik heb. Er zijn al boeken verkocht. Ja. Gaat dus u elke week even langs met de vraag hoeveel heb je er verkocht? Nou, ik zal je vertellen. Eergisteren ben ik er pas mee de boer opgegaan bij deze twee uitgevers. Dus die hebben het nog niet eens vaak in hun systeem ingewerkt. Maar het ligt er wel. Ja. Of het is te bestellen. Het is ook te bestellen bij info@boekscout.nl. Dat is een uitgever in Soest. Dat is uw uitgever, dan krijg je thuis gestuurd. Juist. En ik heb zelf natuurlijk ook een aantal boeken verkocht die ik op voorraad had. Want dit is nog maar mijn enige exemplaar momenteel. En volgende week komen er weer een aantal. Ja. Komt er nog een volgend boek? Dat weet ik niet. Nee. Ik moet nog wat ervaring opdoen. Het lijkt me leuk als u een klein stukje voor gaat lezen. Zo hebben wij dat afgesproken. U heeft een verhaaltje geschreven. Dat gaat geloof ik over de computerles voor wat oudere mensen. Ja. Even kijken of mijn bril erbij. Kijk, een stereobril, dat moet goed gaan. Ja, het verhaaltje heet Bloedheet. Ik ben op computerles voor 50-plussers. Als enige man tussen 8 dames. En de meesten zitten stevig in het vlees. Net als de leraar. Een man van middelbare leeftijd met broeierige ogen in een bleek gelaat. Als een van de vrouwen haar hand opsteekt voor een vraag, klaart zijn gezicht op, legt zijn hand op haar schouder en met zijn hoofd dicht bij het hare geeft hij antwoord. Het irriteert mij dat hij in plaats van lesgeven te veel praat over zijn volkstuintje en vakanties.
De dames schijnen er geen probleem mee te hebben en kwellen vrolijk terug. Als ik een vraag heb, is hij kort van stof, waarna hij weer rap naar een van de dames zwenkt. In de pauze drinken we koffie en de koektrommel wordt flink aangesproken. Het gaat over kleinkinderen, hoge bloeddruk, slapeloze nachten, de overgang en diëten om te lijnen. Ik kom er niet tussen. En dat wil ik ook niet. Ik pak een krantje en ga lezen. Vinden jullie het ook hier zo warm? Vraagt een van de vrouwen puffend. Ja, het is hier bloedheet. Niet om uit te houden, beamen er een paar. Een van de vrouwen opent een raam en moppert. Verschrikkelijk, steeds die opvliegers. Ik begrijp niet waar ze het over hebben. De temperatuur is aangenaam. Ik kijk naar de gezichten. Bij een aantal zweterig zijn en rood aangelopen. Van de overgang, daar hebben jullie mannen geen last van, hè? Zegt mijn buurvrouw enigszins uitdagend en stoot mij plagerig aan. De vrouwen richten hun ogen op mij, alsof ik een belangrijke mededeling ga doen. Ik mompel wat, omdat ik niet goed raad weet met die vraag. Het is een vaag gebied. Zo duidelijk als de overgang bij vrouwen is, zo onduidelijk is dat bij mannen. Zelf heb ik er nooit iets van gemerkt. Ook mannen uit mijn omgeving heb ik er nooit over gehoord. Tijdens de pauze is de leraar met een vrouw naar buiten gegaan om te roken. Ik zie hem door het raam met trillende vingers een derde sigaret opsteken. Hij inhaleert diep, legt zijn arm om de schouder van de vrouw en terwijl er rook uit zijn mond dwarrelt, zegt hij iets dicht bij haar oor. Er komt een woedende uitdrukking op haar gezicht. Driftig komt zij het lokaal in, pakt haar spullen en mompelt iets over gefrustreerde klootzak en gaat de deur uit. De man komt ook binnen. Schaapachtig grinnikt hij tegen de vrouwen, die nog aan het bijkomen zijn van de dramatische vertoning. Ik kijk naar hem, als hij zijn aandacht weer ten volle wijdt aan de dames en bedenk dat hij de eerste man is die ik tegenkom die wellicht wel een probleem heeft met de overgang. Kijk, dank u wel. Graag gedaan. Hartstikke leuk. Ja, de Nobelprijs voor de literatuur volgend jaar dan maar, hè? Nou, moet je niet overdrijven, Paulus. Ik ben maar een eenvoudige jongen uit Schiedam, hè? Okay. Maar hartelijk dank voor uw komst. Ik hoop dat er veel verkocht worden, want het is een leuk boekje. Dank u wel. Graag gedaan.